Welkom dames en heren bij Disney Infinity. We zijn met Jack Sparrow op het schip om te kijken waar ons avontuur verder naartoe gaat. En dat gaat naar deze donkere omgeving. Het is heel erg creepy, maar het is wel een van de laatste omgevingen waar we naartoe gaan met onze Black Pearl. Die we vorige aflevering hebben aangepast naar dit prachtige schip. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, want we komen in een compleet nieuw eilandgebied. Of een nieuw oceaanstuk lijkt het net. En de muziek is ook weg in één keer. Oh, er komt de muziek wel weer. Het was echt heel donker en duister. Ik denk, wat gaat gebeuren? Gaat hier een gevecht komen of zo? Ik ben gewoon elk moment voorbereid dat die Kraken in één keer uit de rivier komt en mij gaat vernietigen. Zo'n moment komt er gewoon een keer. En ik weet niet wanneer dat is, maar het gaat er komen. En ik denk dat wij met ons schip, dat wij naar dat hele grote eiland gaan daar, maar daar zijn we inderdaad nog niet geweest. Ik ga eens even die dingen kapot maken zo. Extra munten. Dat kan geen kwaad, denk ik. En daar ook nog een paar kan ik die raken. Er ligt een stuk van de Kraken bij Fort St. Grandon. Op dit eiland vindt het voordat Davy Jones het te pakken heeft. Het ligt bij Fort St. Grandon. Een beloning van 200 munten. Hier zijn we dus nog nooit geweest. Dus dit is wel heel gaaf, maar er is een... Oh. Het is de Royal Navy. Mag ik? Ze zijn binnen bereik, kaptein. Iedereen naar de kanonnen. Vijand aan stuurboord. Geef je over. Oh jee, we moeten weer een golf doen. Het wordt weer een gevecht op de boot. Maar dat geeft helemaal niks, want wij zijn goed voorbereid. Het zijn ook Engelse vlaggetjes. Wat grappig. Naar de bodem ermee. Dat ging goed. Dat ging zeker goed. Oh, we zijn een geest. Ik dacht eerst dat het water was of zo. Maar het is natuurlijk die geest die ons onzichtbaar maakt. De laatste golf. Oh, dat is een hele grote die. Oh, bijna geraakt. Zag je het? Tijdens het filmpje wordt er gewoon geraakt. Zo, ik maak mezelf wel onzichtbaar. Het geest. Kijk. Huppakee. Dat ging snel. Dit was makkelijker dan die andere golf trouwens. Het gaat ook wel lekker. Als je eenmaal weet hoe het werkt, dan is het allemaal een peulenschulletje. In ieder geval, deze missie is verhaald en die heette Stuur ze naar de bodem van de zee. En ik hoop dat we nu eindelijk daar naar binnen mogen. Ik weet niet of we daar naar binnen mogen. Nee, gaat hij niet open? Nee. Bam! Eén schip, vele gezichten. Missie voltooid. 1000 munten. Ik weet niet wat ik heb gedaan. In ieder geval, ik heb 2 missies voltooid. En er staat wel een nieuwe missie aan dek. Dus ik weet niet waar we naartoe moeten. Ik ga wel van het roer af. Want ik moet natuurlijk even deze missie... Oh, wat is dit dan? Die geest? Die geeft licht. Nou, het zal goed zijn. Deze. Ik heb altijd op een zwart schip willen ervaren. Laten we het schip volledig zwart maken. Nou ja, dat heb ik toch gedaan? Het schip is de Black Pearl. Dat is een zwarte Black Pearl. Schip aanpassen. Ik ga eens kijken. Nou, dit ziet er toch behoorlijk zwart uit eigenlijk. Oké, ik kan nog even verder kijken. Middenrom van de Black Pearl. Is dat had ik nog moeten aanpassen, denk ik. En hier, voorste romp, dat is goed. Voorste romp van de Sparrow's vervloekte Black Pearl. Dat is weer een andere dus. Aha. Het is heel pittig om dit een beetje te onderschatten allemaal. Blijf undercover. Vermom je schip als een schip van de Royal Navy. Oh, ik moet de Royal Navy worden. Had het al gelijk gezegd. Dan gaan we het zoeken. Royal Navy. We moeten voorzichtig zijn. We hebben dit eiland vast niet lang voor onszelf. Ga aan land, haal het stuk, dan kunnen we weer weg. We zijn dus eigenlijk gewoon spionnig bezig. We zijn een beetje Jack Sparrow bezig, weet je wel? Dat je een beetje... Kijk, een schip, vele gezichten. We hebben een gouden ster gekregen voor dit. We hebben het hele schip aangepast en hun denken dat wij de good guys zijn. Dus dat is wel heel gaaf gedaan eigenlijk. Dus we gaan eigenlijk een beetje ergens naar binnen waar we eigenlijk niet mogen komen. Maar nu we zijn vermomd... Gaat dat zeker wel lukken. Ik ben heel benieuwd wat hier is. Het is wel echt, het ziet er heel groot uit, maar het valt mee. Het leek heel groot in het begin, maar dat is het dus niet heel erg. Misschien dat we daar naar binnen gaan. Want dat mis ik wel een beetje bij de Disney Infinity Games. Dat er iets van een huisje is ingericht of dat we ergens binnen kunnen lopen. Het is alleen maar buiten, speelt het af. Dus ik hoop dat dat nog wel in de toekomst gebeurt. Dat we ook, want ja, die Incredibles zal ook wel buiten afspelen. Omdat het merendeels in de stad wordt gehouden. Dat kennen we van de films. En nou, we gaan eens even kijken. Hij gaat ons binnen invaren. En zoals je weet ben ik niet zelf verkleed als een van de Navy's.
Dus ze kunnen mij wel herkennen als een piraat. En ik denk niet dat piraten hier welkom zijn. Het ziet er wel echt fantastisch leuk uit. Het ziet een beetje uit naar het eerste level waar we begonnen met Pirates. Ik ben benieuwd, want hier gaan we van boord. Of ja, aan boord eigenlijk. En ja, ik voel me eigenlijk wel een buitenlandse piraat hier. Oh, ik ga gelijk dood. Dat ging niet zo goed. Ik voel me een buitenstaander een beetje hier. Ik zie nog geen piraten lopen hier. Het is een beetje heel triest stil. Maar we zijn undercover gegaan. En daarvoor krijgen wij een beloning. Dat was de missie die we moesten halen. En ik vind het een beetje spannend worden hier. Een deur, kunnen we die openen? Nee, ook niet. Jammer. De muziek is ook heel erg geheimzinnig gedaan. Het is echt heel grappig gedaan dit. Ik ben zo benieuwd wat... Oh, daar zitten alle mensen. Met allemaal quests. Oh, dat zijn bemanningsleden volgens mij, heb ik het gevoel. Nou ja, dat is in ieder geval wel vertrouwd, weet je wel. Dat zijn vertrouwde mensen. Hallo mensen. Hallo. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik weet wel dat ik iemand hier door de ruit ga gooien. Want dan kunnen we iemand aanpassen. Want iemand moet wel een visser worden. We gaan eens kijken, kunnen we van iemand een visser maken? Dat was ook een missie. Weet ik nog. En we gaan eens kijken. Een kok, een visser. Nou, we hebben het lichaam van een visser, hebben we al. We hebben het haar van een visser. Blijkbaar kan je ook, als je een visser bent, moet je dus bepaald haar hebben om te kijken van ik ben een visser. Het hoofd van een visser hebben we nu ook. Eens even kijken of we meer vinden van een visser. Ik denk het niet. Maar ik hoop dat dit wel een visser is, maar niet helemaal compleet. Nou, ik dacht dat dat een missie was. Maak een visser. Of we hebben een visser nodig of iets. Wat moeten we doen? Ik weet het niet zo goed. Ik kan deuren openen. Het is echt heel kaal hier. Terwijl het wel een heel nieuwe omgeving is. Ik vind het heel vreemd. Ik ga hier maar even kijken. Een schatkistje zie ik hier. Hele leuke muziek. Een trappersje. Trappersje gaan we naar boven. Klimmen, klimmen, klauteren. En dan komen we aan bij... Hier kunnen we ook nog helemaal naartoe, jongens. Wat een groot gebied, joh. Ongelooflijk. Ik moet het helemaal gaan verkennen nog. Ik loog eigenlijk over het feit dat het er heel erg klein uitzag allemaal. Dat ziet er echt huge uit. Het themapack, de Skeletal. De Skeletal. Ik ken het niet. Klinkt heel erg stoer. De Skeletal. Via dit gaan we hier... Oh, chips! Ook een huis of zo hier? Of wat is het? Ja, ik weet het niet. Oh, er gaat nu denk ik wat gebeuren. Oh! Uh-oh. Hier was ik eigenlijk al een beetje lichtelijk bang voor. Oh. Oh. Ja hoor. Daar komen ze. De schildpad en de lelijke gasten. Geen uitdaging, zegt hij dan. Geen uitdaging. Nou, dat is toch wel een uitdaging. Voor mij dan wel. Er zitten sterke monsters bij. Maar ik negeer even de aanslagen hier met die kanonnen. Wij gaan gewoon even de pijl volgen. Ja, ik wist dat iets ging gebeuren. Het was zo stil in deze... Oh, jee. En dit is ook een heel groot gebied, joh. Wat kunnen we hier allemaal, joh? De vogels. We moeten uitkijken voor de kanonnen. Die worden hier afgevuurd om mij te vermoorden of iets. Dus we gaan hier naar boven toe. In de hoop dat we daar veilig zijn. Hopelijk is daar een groot kanon dat ze kunnen afvuren op dat schip. Dit is de marine. De missie voltooid. En we moeten dit hele gebouw omhoog. En daar zit een vijand. Die wacht ons gewoon keihard op. Maar ik vind het goed. Oh, er komen nog meer vijanden. Kijk eens. Nu wordt het welletjes. Oh, en daar die gemeenerik. Die sterke gemeenerik. Oh, jee, jongens. We gaan het goed doen. We gaan het goed doen. Ik ga mijn best doen. Huppakee. Kijk eens. Hij wordt aangevallen door de eigen bommen. Zure bommen en granaten. Huppakee. Dat was de vijand. We moeten echt naar boven, want we kunnen ook met dat draadje mee. Maar dan gaan we de verkeerde kant op. En hier een rode dop met erin het hoofd van de Royal Marineux. We kunnen daar niet eens naar boven toe, of wel? Ja, dat moet wel kunnen, denk ik. Met dat geel spul. Dat gele licht wat licht geeft. En nu? Oh, het touwtje kunnen we op. Zo, klimmen, klauteren. En daar vinden we een knop en een schatkistje.
Wat een herrie trouwens met die kanonnen, joh. Verbruik. Ja, kom maar. Zo, hoppakee. Ga maar open voor mij. Goed om me heen kijken. Oh, die munten, die moet ik eigenlijk wel even pakken. Of die experience points. Want we zijn al bijna level 9. Het gaat best wel hard. Ja, hier hebben we een touw. Dan kunnen we nog naar beneden toe. Oh, daar zit wel iets groens dat ik nog moest pakken. Wacht, ik ga er even naartoe. Oh! Zak helemaal naar beneden. Dit is wel echt heel spannend gedaan, joh. Heel gaaf. Heel avonturierlijk, hè? Noem ik dit een beetje. Nou, dat vind ik altijd wel gaaf. Kom er nou een vijand? Oh nee, het waren vogeltjes. Ach, ik ben snel afgeleid. Oh, daar is de vijand. Kijk eens. Grote inslag. Ja, je mag best wel bommen op hem gooien, hoor. Want dat is de bedoeling. Oh! Hij is sterk. Ga dood jij. Ik schakel je uit. Yes, kom op. Nee, kom op. Ik mag niet van het dakje afgaan. Yes. Wat gebeurt er? Nee. Gaat het instorten? Wow. Is dat de schat die ik moet pakken? Dat is inderdaad de schat. Je krijgt de schat toch niet te pakken voor Jones. Oh. Je krijgt de schat niet te pakken. Nou, dat denk ik dus wel, mannetje. Ik laat me niet een tweede keer... Dit is al een keer gebeurd, dit. Ik laat me niet een tweede keer... Inderdaad, die vissenkop gaat er nu achteraan, maar ik moet eerder zijn dan hem. We gaan hier via de touw gaan naar beneden. Ik pak gelijk het hoofd van de luitenant. En hopelijk kunnen we hier naar beneden toe. En dan moeten we hier eigenlijk een sprongetje wagen door dit te doen. Oh, dat lukt niet. Jammer dit. Snel, snel, snel. We moeten snel maken. We moeten tempo maken, want... Oh, spannend dit. Pak dat rode dopje op. En dat is het lichaam van de luitenant. En waar kunnen we nu heen? We gaan dus helemaal naar beneden. Kunnen we die doos niet kapot maken? Want het ziet er wel uit dat dit... Dat die achter iets zit, weet je wel? Het staat zo opgestapeld dat je denkt van... Nou, dat is verdacht. Nee, we gaan gewoon met de touwen naar beneden. En we komen bij die vissenkop. Dat is die vissenkop. Ik ben eerder. Jij gaat dood. Nee! Nee, laat me niet eraf. Shit. Nee, weg jij. Dat ding is van mij. Opzouten. Ik ga hem uitschakelen, want dit is niet normaal. Ik gooi een bom op hem. Oh. Ja. Dood jij. Ik vernietig hem nu. Kom, nee. Hij mag mij niet pakken. Huppakee. Hij is er vanaf. Hopelijk komt hij niet meer terug. Ik ga die schat pakken en hij niet. Hij is nu van dat ding af. Kijk, hij is van mij, jongens. Hij is van mij. En er komt niemand meer aan. Yes! We did it! We hebben het gedaan, jongens. Ik ga er even op drinken. Het tweede stuk van de Kraken's Bane. Help! Fort St. Grand is veroverd door de piraten. Iedereen die ze verslaat, krijgt een beloning. Nou, kom maar op. Ik heb toch de schat. Ik ben nou toch zo lekker bezig. Ik kan gewoon lekker doorgaan met het vernietigen van die gasten. Waar zitten die lui? Zit die hier beneden nog? Ik zie wel pijltjes wijzen hier naar beneden. Maar ik weet niet of ze... Oh, ik hoor wel piraten. Waar zitten jullie? Ik hoor ook voetstapjes. Komen naar mij toe. Dat klinkt zo apart. Zo klinken ze. Echt geniaal. Ik denk dat ik gewoon hier naar beneden ga. Kijk, daar zitten ze. Nou, die zijn op zich wel redelijk uit te schakelen. Op een 1 van de 8. Oh. Yes. Waarom gaat hij nou niet dood, die gast? Die is zo sterk. Die gasten zijn echt sterk, joh. En dan heb je nog een zwaard upgrade. Maar dat helpt gewoon niet. Yeah. Eindelijk. Jeetje, wat zijn die lastig te vermoorden. Of uit te schakelen, hè. Ja, en ik heb het trouwens over de 10.000 munten. Ik had het gezegd. Jullie hebben het waarschijnlijk al eerder gezien dan mij. Maar ik had gezegd van... Ik zal best wel de 10.000 munten gaan halen. Deze aflevering. En dat is ook gebeurd. Wonder boven wonder. Waar kunnen we trouwens als we hierheen gaan? Ik ben er ook nog niet geweest hier, of wel? Oh, daar hebben we die schat gevonden. Ik zie daar nog een rood dopje wat we kunnen pakken. Ik ga daar eens even
hierop klimmen en dan zo. Dan kunnen wij hier even dat rode dopje. Dat is de achtste romp van het skeletal. Dus hier zit eigenlijk het hele skeletal verstopt. En eens even kijken, daar hebben we nog op het strandje. Een heel klein mager strandje is dit, zeg. Jeetje. Daar hebben we een pirateninwonerpack vrijgespeeld. En weer een lichaam van de royaal marine. Dat scheelt. Pad. En hier, daarboven nu een krabbetje. Wat schattig. Het krabbetje ging gewoon in het plantje. Hij was natuurlijk bang voor mij. Alle dieren zijn bang. Van Jack Sparrow. Jack Sparrow is niet te vertrouwen. Ik dacht dat die krabbetjes juist Jack gingen helpen. Dat ze me, hè, maar dan heel veel krabbetjes. 3 van de 8 vijanden. Oh, dat is ook weer zo'n gozer die zichzelf verdedigt. Heel vervelend, maar het hoort erbij. Ik heb zijn schild weggehaald. Of een stuk van zijn schild in ieder geval. Yes. Kijk eens. 4 van de 8. Je moet eerst zijn schild dus kapot maken en dan pas kan je dus... Aha. Weer wat geleerd. Ik dacht eerst dat hij gewoon, ja, hem gewoon moest vernietigen. Maar je moet echt zijn schild kapot maken dus. Nou mensen, dit was alweer de aflevering. We gaan de volgende aflevering die piraten nogmaals een lesje geven, leren. En dan gaan we nog zeker even het eilandje verkennen. En dan gaan we hopelijk, hebben we dan bijna Pirates uitgespeeld. Het gaat denk ik niet lang meer duren voordat we helemaal klaar zijn met dit prachtige stuk land. En daar beneden kan ik nog ook allemaal kijken, zie je dat? Oh, ze gooien gewoon bommen. Tot de volgende aflevering. Doei doei! Vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm.